De hele dag op deze zender. De Oeteldonkse Top 11x11. Ik volgens mij moet ik nog even openen. Ja. Is dat weer goed? Ja, sorry, dat was ik even. Ja, dat snap ik, maar we hebben het ook wel gezellig, hè? Ja, nee, ik vind het wel gezellig. Zal ik dat maar doen? Ja, nou, open het maar. Nou, dan ga ik het volgende zeggen. Oeteldonk is niets zonder Oeteldonkse muziek. En daar koppel ik meteen aan dat Oeteldonk niets is zonder die prachtige clubjes. En dat brengt, naar mijn overtuiging, deze top 11x11 ook nog eens een keer samen. Geweldig initiatief. Rob's, fantastisch. Ik vind het een eer om hier te zijn. En dus zeg ik uit het diepst van mijn hart, ik open vandaag de Oeteldonkse top 11x11 2019. Geef hem maar van Jetje. Ja, dankjewel. Over liefde en de gein, over rood-wit-gele dassen, over oeteldonker zijn, over clubkes en eclectes en het Amadeiroplein, over kielen en emblemen en een glaasje brandewijn. Ach, ik zing dit kleine liedje soms wel 11 keer per dag. En dan zie ik in gedachten weer je ogen en je lach. Want dit hele kleine liedje over liefde en de gein is een heel klein liedje over jou en over mij. Dit hele kleine liedje over liefde en de gein is een heel klein liedje over jou en over mij. Ik sta hier, u zult zeggen, waar lijkt hij op? Op Prins Amadeiro van vorig jaar? Nee, het is nu Boer Koos. Ja, in een andere hoedanigheid, Koos. Ja, nou, die metafoos is makkelijker dan je denkt, hoor. Maar nee, ik ben Boer Koos. Amadeiro de 25e is er niet meer. Vanaf volgende week zondag, 11 over 11, op de Stapsteen, per on 1. Iedereen komen, Amadeiro de 26e. En daar gaat het dan om. Dus kom nou allemaal kijken. Want geef deze nieuwe Amadeiro een geweldig warm welkom in Oeteldonk. Het is een lange periode dat je het gedaan hebt. Hoe lang? Totaal heb ik 12 jaar de prins geweest. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is een cadeau. Dat je als mens van boven de rivieren, hè, want een prins van Oeteldonk moet van boven de rivieren, of in ieder geval van buiten komen. En dat je dat mag beleven, dat je hier mag zijn in Oeteldonk. Met zoveel prachtige, mooie mensen. Al die muziek, al die clubjes, al die tradities. Ja, ik vind het geweldig. Precies. Zeg, je gaat nu als Boer Koos. Je hebt je dochter meegenomen, Mandy. Ja. Ben je ook al die jaren meegegaan met ja, je vader? Zeker. Ja, zelf op pad, hè. Ja, hoe heb jij dat ervaren? Ja, nou ja, ik kwam hier natuurlijk voor het eerst. Dus het was voor mij even wennen. Maar ik ben mijn moeder al die jaren op pad geweest en wij hebben het altijd heerlijk. Dus wij genieten er enorm van, ja. Gaat hij nou met jou mee? Hij gaat nu met mij mee, ja. Hoe ga je de komende carnaval vieren? Ja, we hebben een beetje ons eigen programma. Dus wij gaan langs alle hoogtepunten natuurlijk. En vooral weer genieten van de Oeteldonkse sfeer. Hij is zo goed als pillen, als pillen op de mat.
Ik sta hier naast hele mooie dames. Brabants Bond, Karin, Margot en Marie-Louise. Jullie werken al heel lang samen met de top 11 met 11. Wat is een beetje jullie functie hier? Promotie en gastvrouw. Oh, en hoe doe je dat? Promoten en gastvrouw zijn. Nee, we promoten van tevoren dat gestemd kan worden op de Oeterdonkse top 11x11. En vorig jaar hebben we bijvoorbeeld geflyerd. En op de dag zelf dan zorgen wij dat de gasten ontvangen worden. En zorgen we uiteraard voor een heerlijke lunch. Dus Boer Koos was ook jullie gast of dat niet? Ja, vandaag wel. En we hebben hier allemaal van gasten die dan hier naar binnen komen vandaag? De gasten die een speciale oorkonde ontvangen. Maar daar kan ik natuurlijk nou nog niks over zeggen. Dus daar weet je al eigenlijk? Ja. En kan er iets over kwijt of nog niet? Nee. Maar Louise is, die durft er... Weet er al iets wie de oorkundes kunnen krijgen? Nee. Ik denk Oeterdonkse clubjes. Een goede antwoord, ja. Helemaal goed. Ik denk echt de Oeterdonkse clubjes zijn de enige die de oorkondes kunnen krijgen. Ja. Dat mag je zeggen. Maar jullie top 11 met 11... Gaan jullie heel de carnaval zo gekleed hier? We gaan op de zondag de hoogheid inhalen in dit uniform van ons. Dit is onze echte Brabants Bond. En op maandag een verrassing in de grote optocht weer. Want wij hebben hem vorig jaar gewonnen bij de kleine loopgroepen. En daar smaakte naar meer. De top 11 maar 11 hier vanuit de café De Basiliek. Hier naast mij de secretaris van de top 11 maar 11. Dat is een heel belangrijke functie. Dat is Rob Wenink. Rob, zitten nu halverwege voor de mensen die dit later zien. Zitten we halverwege de top 11 maar 11. Hoe loopt het? Ja, heel erg goed. De reacties stromen binnen vandaag op de uitzending. En je merkt gewoon dat het veel meer gaat leven in de stad. Het is eigenlijk een evenement wat niet meer weg te denken is. En we organiseren het dit jaar voor de derde keer. De stichting Oeterdonk Top 11x11. Met de Oeterdonkse Top 11x11 eren we eigenlijk alle clubkes, artiesten en tekstschrijvers die hun liedjes schrijven voor Oeterdonk. En wij pleiten er ook eigenlijk voor dat het Oeterdonkse lied eigenlijk in alle cafés te horen moet zijn tijdens carnaval. Maar is dat niet het geval? Dat is nog niet overal het geval. Er zijn cafés die toch wel heel veel andere soorten muziek draaien tijdens carnaval. En ja, iedereen is natuurlijk vrij om te doen en laten wat hij wil. En een kroegbaas wil natuurlijk ook echt zijn muziek bepalen in zijn café. Maar ja, Oeterdonks carnaval vieren we met z'n allen, met elkaar. En eigenlijk hoort daar onlosmakelijk ook Oeterdonks carnavalsmuziek bij. Twaalf maanden klagen, het sukkelt allemaal dicht. Bonje op zijn werk, voor de deurke van sleur aan de tafel zit ik altijd mee me naar de bolklaar. Ik zie hem buiten, brak zijn spruiten en snij zijn tartaar. Ben zo klaar met die ellende, fijn te zinnen keer per jaar. Een momentje om te stoppen, heb ik het skinnenbossen aan. Ho, stop! Alles begint te draaien. Kom op, Kilaan wordt weer boef. Het zijn een hoedsel op zijn aangelakke lied. En bambejoer. Ho, stop, alles begint te draaien. Ho, stop, boeren en lusken zwaaien. Kom op, Kilaan wordt weer boef. Yeah.
net als aardappels mee jus. Trutten bij het is het leven, vrij vertaald het hier en nu. En van glitters, felle kleuren, krijg ik bijna mijn kop. Mensen schitteren is simpel, ik leg het uit, let maar eens op. Geef u over in een keer, ik geniet er zo van. Beste boeren, lieve duskes, draai het om zolang het kan. Ho, stop! Alles begint te kraaien. Ho, stop! Boeren en duskes zwaaien. Kom op! Kilaar wordt weer boer. Zijn de noordtondokse dagen lachen niet. En van bezoek. Ho, stop! Alles begint te kraaien. Stop, boeren en duskes zwaaien. Kom op, Kulane wordt weer boer. Het zijn de Noord-Hollandse dagen, lachen niet. En van pensioen. Ho, stop! Top 11 en 11 doe je al een aantal jaren. Het presenteren samen met Sabrina en met Rob en met Huub. Wat is jouw top 5 eigenlijk, waar je voor gekozen hebt? Mijn top 5, niet dat het zo belangrijk is hoor, maar ik vind dat nummer van Lustum, Amadeiro, ik heb dat net tegen jou verteld. Dat is, als de jongens dat gaan zingen, dan schiet mijn hart open. Dan denk ik, ja, daar komt hij. Het nummer van Hans de Voort van Feest, dat we zojuist gehoord hebben, is ook heel mooi. Denk niet aan morgen, van alles heel lang geleden. Oh, maar ja, klopt ja. Ja. Ik zat toen in een beetje wat moeilijkere periode. En toen kwamen de jongens van Nijmegen met dat liedje Denk niet aan morgen. En daar heb ik heel veel energie van gekregen. Okay. Ja, dat is mooi. Ja. Wij denken nu wel aan morgen, want het is bijna carnaval. Ja. Ik wens je heel veel succes, heel carnaval. Krankhalen natuurlijk weg, ben je ook actief in? Ja, een klein beetje, heel klein rolletje maar. Okay. Ja, ik mag daar verder niks over zeggen. Nee, oh nee, als dit uitgezonden wordt, ja, is het al voorbij. Ja, later, vertel maar even. Ja, ik ben de... Ik sta backstage. Ik sta tussen de coulissen. En dan heb ik een gesprek met de peer. En dan ben ik Armadero de 26e. Oh,
2, 3. Spuithebbers! Aniska! Anoushka, Anoushka, op de trein naar Roeteldonk, want de vodka is op dronk. Anoushka, Anoushka, ik heb jou een moeilijk hier, Almadero heeft asiel. Anoushka, Anoushka, ik had voor jou een Russisch ei, kom naar hier en blijf bij mij. Anoushka, Anoushka, leer mij dan de Perestroika, dan leer ik jou de hoeba gaan. Ik bouw voor jou een rompaleis, een rompaleis onder de paraden. Dan wordt ons Roeteldonkschietparadijs, dan breng ik jou de serenade. Ik bouw voor jou een rompaleis, wordt gemin, die heb ik gekocht. Vol was muziek en rood op die, daar kleine echt de roebels van. Als ik s'avonds onder de wol ga, dan krijg ik het Siberisch koud.